Video. Video. Ja, ja. Goedemiddag, dames en heren. Hartelijk welkom. En wij zijn heel verheugd op ons 15-jarig jubileum. Jullie hier mogen verwelkomen. Eigenlijk is het een eer dat we al 15 jaar van jullie hier dat mogen doen. En voor hetzelfde geld word je al gelijk weer opzij geschoven. Dat kan toch? Ik heb eigenlijk niks te zeggen. Ik hoop dat u een hele fijne middag heeft. En u hebt de tafel gezien. We hebben extra mooie cadeaus weer erbij. En verder zal zij nog even iets willen zeggen. Zij die is dus Claudine. Pak ik in af aan bij Korte Pakkoe verbonden. Een van de oprichters. Helaas zijn een paar van onze oprichters alweer ons ontvallen. Maar met 15 jaar bestaan en een vereniging, eigenlijk ook een stichting voor wat oudere Indische mensen, ja, dan gebeurt het natuurlijk eerder. En we willen vandaag dan ook een beetje aan deze mensen denken, die eigenlijk in het begin... Ik moet zeggen dat ik helemaal vergeten ben om een foto mee te nemen van de oprichters van de Korte Pakkoe, maar ik denk dat de meeste mensen die hier aanwezig zijn al heel erg lang ook trouwe lid zijn, dus die kennen de meeste mensen wel. En we zullen vandaag ook aan deze mensen denken. 15 jaar bestaan, we hebben het vorige maand al over gehad, hè, plannen gemaakt. En we zijn ook blij dat de band er is, de eerste band die ook eigenlijk met ons is gestart. Die bestaat nu dus ook zo'n beetje 15 jaar. Daar zijn wij heel erg blij mee. En 15 jaar hard werken, dat betekent ook dat wij 15 jaar heel goed met gemeente Spijkenissen samenwerken. En dan niet alleen samenwerken, er ontzettend veel steun hebben mogen ontvangen. Zeker in de laatste 10 jaar dat we ook aangesloten zijn bij de federatie Spijkenissen samen. En we zijn natuurlijk ook heel erg verheugd dat vandaag aanwezig is de wethouder en natuurlijk ook de twee combinatie functionarissen. Helaas moeten we van een van deze twee afscheid nemen, maar laten we het daar nog maar even niet eens over hebben. Nee! Het was een heel grote schok voor ons, maar goed, hij belooft dat ons verder toch te komen steunen. En ook leuk dat mevrouw Mokveld erbij is. En Ada die blijft voorlopig nog bij ons. Ja. Ik wil graag wethouder van de Schaft, die vandaag aanwezig is, uitnodigen voor een woordje, laat ik het zo zeggen. Dankjewel. Ja, namens het gemeentebestuur mag ik ook Koma Pakkoe van harte feliciteren met het 15-jarige verjaardag is het eigenlijk, hè? Want jullie bestaan 15 jaar. En 26 november 1998 zijn jullie opgericht en ik hoor de band net zo lang bestaat, dus heel erg goed. Ik vind het ook leuk dat er zoveel mensen hier nu aanwezig zijn en dat geeft ook het belang aan van jullie stichting. Want het is gewoon belangrijk dat mensen een punt hebben om elkaar te ontmoeten en of dat nou op het gebied van sport is. Omdat je allemaal wil sporten, of het op het gebied van de kerk is, omdat je allemaal dezelfde geloof leidt, of omdat het nu is, omdat je dezelfde gemeenschappelijke culturele achtergrond hebt. Je ontmoet elkaar en het staat ook in de doelstellingen van de stichting, hè? Een ontmoetingsplek voor mensen met een Indische achtergrond, voor oudere mensen eigenlijk ook. En ik denk dat het een hoogtepunt is geweest in jullie 15-jarig bestaan, zeg maar Roema Oost-West, hè? Dus november 2012 is Roema Oost-West geopend. En ja, dat zijn 21 appartementen in Spijkenissen-Noord in de Lobeliestraat, waar mensen die behoren tot jullie doelgroep met elkaar samenwonen. En ik denk dat, ja, het is misschien wel de vraag als jullie stichting er niet was geweest, of Roema Oost-West er wel was gekomen. En wat mij verder nog opvalt, het stichtingsbestuur, dat is zo geweldig actief. Overal waar ik kom, waar de federatie Spijkenissen samen bezig is, daar ontmoet ik mensen van het stichtingsbestuur. En ik denk, zonder zo'n actief stichtingsbestuur krijg je nooit een vereniging die 15 jaar zo bestaat
en activiteiten organiseert zoals deze. Dus eigenlijk zou ik jullie allemaal willen vragen om een daverend applaus te geven voor het bestuur van de stichting Cotopaxi. Geweldig. En mag er nog wel iets huilen? Nog één keer? Kijk, zo hoor je. En dat heeft het bestuur echt verdiend. En ik merk aan de mensen die applaudisseren dat ze het ook meenemen. Met dit applaus is het feest vandaag geopend. En ik hoop dat jullie allemaal een geweldige dag hebben om nu vandaag het 15-jarige geboortedag eigenlijk van de stichting te vieren. Een hele gezellige dag toe bewenst allemaal. Ja, ja, ja. Dankjewel, wethouder van de stad. Wij hopen natuurlijk dat we nog heel erg lang samen mogen gaan werken. En we hopen dat we dan nu ook misschien op het 20e jaarfeest mogen uitnodigen. Dames en heren, onze band, Second Chance, mag toch wel onze band zeggen. Things I do.
Klopt inderdaad, wij waren de eerste band op de Koenplank op de Parkhof. We waren toen net beginnende en hun hadden toen weinig centjes en ons eerste optreden kregen wij een onkostenvergoedingje en dat moesten we dan met 6 man delen van 50 gulden. En we hebben toen gezegd tegen elkaar als band zijn van dit is de enige stichting waar wij op een gegeven moment gewoon voor een habbekratje zullen blijven spelen. Nou, het bestuur heeft woord gehouden, wij hebben woord gehouden, vandaar dat wij nu op dit 15-jarig jubileum van Cotopaxi en een beetje van ons mogen staan. En wij vinden het fijn om al die mensen weer terug te zien, waar we al die jaren voor hebben mogen spelen. Wij gaan weer wat muziek voor u maken en mocht u dadelijk een bezoekje hebben, en vraag het gerust of we kunnen spelen. Heeft u geluk, als we niet kunnen spelen en we gaan proberen, heeft u pech. Dat klinkt de programmeter. Laten we even lekker rusten, lieve mensen, met een nummer gezongen door de enige getrassimuleerde Indo van Nederland. U ziet het, de enige Blanda, u weet het allemaal, de mensen ons kennen, onze eigen Tom. En hij zegt nu, dat is hier.